Als het goed is, had ik net die Discord gestuurd. Moet ik even kijken hoe ik dat nog doe. Moet even kijken hoe je die opent. Skunk. Oh, ik weet niet of ik Skunk heet op Discord. Volgens mij heet ik gewoon Blackout. Geen idee eigenlijk. Ja, maar... Ja, oké, okay, maar ik heb je uiteindelijk de weet gestuurd, mijn Discord waar ik in zit. Oh, zo. Oh, wacht, als je nog heel even niet springt. Ja, dat is goed, ik wacht wel. Ik wacht wel wanneer je klaar bent. Opening bay doors, exit one ready. Ik kan het misschien in Battle.net openen en dan op die manier toevoegen. Ja, ik weet niet, ik ben echt totaal niet bekend met Battle.net. Ik ben meer met Steam en zo. Ja, ik ook. Ik zit ook elke keer van. Streaming. Oh, je hebt je microfoon gemute, maar ik kan er nu wel in. Ja, ik heb twee. Ik heb een stream per se en een gewone. Oh, volgens mij zijn we gesproken of niet? Nou, ik ga wel straight naar beneden. Gewoon naar de vliegtuigen. Waar jij nu in zit, zit slotje op, volgens mij. Ja, moet je even een losse joinen, want dan sleep ik er gewoon bij. Oké, ik doe lobby 1. Yep. Yo. Yo. Dat is goed, hoor je me nu zo. Ja, dan moet ik je alleen even in het spel weer. Ja, ik denk dat jij een andere toets moet gebruiken, want je gebruikt je push-to-talk button die je ook voor, hoe heet het, hebt. Voor de game. Ja, als het goed is, heb ik geen push-to-talk. Oké, ja, dan moet je denk ik even je microfoon mute in game, want nu hoor ik je inderdaad wel... Oh, wacht, level 2. Ik heb hier nog een level 2 armor boven trouwens. Oh. Waar zat die kutknop ook alweer? Audio. Oké, is goed, zo hoor je me nu gewoon één keer. Ja, en ik zit hier net in de fight. Oh, ik hoor jou nu ook dubbel. Oh ja, omdat ik weer gewend ben om in game te praten met je. Oké, wacht. Ja, ik hoor je nog, dit gaat goed. Oké, ik moet even gauw gun vinden. Ik heb een pistool met 12 kogels. Dat wordt hem. Shit, joh. Oké, ze kwamen. Oh, wacht, shit. Nou, pak ik nog steeds een game. Ze kwamen gewoon naar mij toe. Maar jij hebt ze nu, of? Ja, ik heb ze. Oh, nice. Ik ren echt nog steeds gewoon rond met niks meer dan een pistool. En een backpack. Vind je het goed als ik hem bloed? Oh ja hoor, doe je ding. Even kijken wat deze gasten allemaal hebben. Kijk, deze dingen. Dit zijn perks. En dan heb je dus ook één. Dat heet awareness. En dat is dus dat je... Circle collapse imminent. Andere get mensen heel goed kan horen, zeg maar. Dan is, lopen ze heel ver weg. Heb je al armor? Hier ligt een goeie, denk ik. Ja. Hier zo. Oh, je hebt niks om te fixen, of wel? Nee, ik zit inderdaad even op dit moment, moet ik even al wat laatste dingen omhoog. Kijk hoor, daar is nou. Kijk even wat jij laat liggen. Oh, ik heb geen munitie, maar dat vind ik straks wel. Welke munitie moet je hebben? Punt 45. Ik heb toevallig... Yeah. Moet jij die niet hebben dan? Nee. Ah, thanks. Ik zit in principe zo goed. Kijk, als je bijvoorbeeld een sniper hebt... En dan heb je deze bijvoorbeeld. Iron lungs. Dan kun je heel lang je adem inhouden. Ah, maar je kan ook bijna... Je kan er 3 of 4 tegelijk zelfs.
Dus je kan hem gewoon aandoen, alleen hij doet het ongeveer 2 minuten, denk ik. Maar ik ben er ook Oh, nog. wauw. Kijk, ik ben nu dead silent. Ja, klopt. Dan ben je heel stil. Ja, oh, dat is wel nice. Ja, en als je die combineert met awareness, dan horen ze jou dus eigenlijk gewoon niet. En jij kan iedereen heel goed horen lopen, zeg maar. Dan, als je dan een sniper Ah, hebt, oké. dan kun je echt de headshots maken van je leven. Ik heb Dead Silence, Mobility, Outlander, Skulker en Medic. Oké. Relax. Ja, ik weet nog niet zo goed van allemaal wat ze nou precies doen. Netcall, supply drop incoming. Ja, wat doet die supply drop nou echt? Zitten daar nou echt wapens in die je niet vindt ofzo? Weet jij dat misschien? Ja, volgens mij zitten daar wel de wat betere guns in en wat spullen, maar ik moet je eerlijk zeggen. Oh, hier AK voor je, als je wil. Wil jij die niet proberen dan? Ja, maar dan wacht even. Pak doe jij het maar. Zo. Eigenlijk moet je Nee. die moet je eens even proberen. Die is echt wel. Heeft best wel weinig recoil en best wel hoge damage. Zo jammer dat je net die laatste net niet had, hè? Even kijken hoor. Die er nu ligt, die blijft liggen. Ja, ik wil. Oh, wacht, ik praat nu ook de hele tijd in game. Ik moet dat even kijken hoor, want ik. Ik wacht gewoon af. Als jij wegloopt, dan raap ik eventueel op wat er nog. Yes, pak maar. Nice, thanks. Jezus, wat een gekloot, jongen, om die. Oh, hier ligt nog meer 556. Wat een gekloot, serieus, om al die dingen op te pakken, man. Ja, klopt. Eigenlijk moet je alles op een rij leggen. En dan echt even opnieuw van, oké, wat heb ik nodig, wat ga ik doen? En. Ja, wat kan ik droppen, wat heeft echt totaal geen waarde? Hier ligt nog een auto shotgun. Ja, die vind ik niet. Ik ben niet zo van de shotguns. Nou, close range was die best wel beheerlijk, hoor. Ja, dat is die ook. Vooral die daar net lag, daar, die is best heerlijk voor. Ja, hij is ook gewoon heel goed. Alleen, ik weet niet, iets in mijn hoofd, met geen enkel spel heb ik iets met shotguns. Alleen voor nood, zeg maar. Misschien moet ik hem eens een kans geven, man. Ach, Blackout ziet er wel goed uit, man. Ben ook meer van de first person shooter en third person shooters. Dat is de reden dat ik geen PUBG in Fortnite speel. Ik wou zeggen, waarom zou je dan PUBG juist niet spelen? PUBG komt juist een beetje op hetzelfde neer als dit, vind ik eigenlijk. Ja, alleen dit loopt goed. Ja, oké, ja, dat moeten ze nog eens een keer bij PUBG echt zien te fixen. Ja, ik denk dat PUBG wel de beste is, alleen de slechtste door zijn ellende eromheen. Ja, weet je, dat hebben ze zelf ook al ooit een keer toegegeven. Als jij aan iets gaat veranderen. Hey, backpack. Een backpack? Ik heb nog geen backpack. Heb je nog geen backpack? Oh ja, wat fack. Hey, backpack. Op het dak staat een of andere grote kist. Wil jij Armor 3? Oh ja hoor. Hier heb je nog een keer die Dead Silence. Ah nee, ik heb die al. Ja, dan neem ik hem. Even kijken hoor. Maar voor de rest kijk ik wel goed. Oh, dan neem ik jouw level 2 armor. Of is die beschadigd? Ja, die was wel beschadigd. Netcall, supply drop incoming. Hey, waar komt die in? Iets mis, want mijn level 1 is een 2 geworden volgens mij. Ik weet niet wat er aan is. Oh, nou, dat is toch chill? Gewoon zo laten zou ik zeggen. Ja, alleen hij is beschadigd. Nou ja, hij geeft wel vol. Nou, prima. Oké, okay, ik zeg niks. Ik weet niet wat er gebeurd is. Ah, wacht. Je kan maar één keer die perk gebruiken, zie ik nu. Ja, klopt. Ah, oké. Okay, ja, fuck it, joh. Dat doe ik zonder perk. Ik heb hem nog wel voor je, Dead Silence. Ah, joh. Nee, joh, gebruik jij maar. Ja, hij is zeg maar handig op het laatst. Dus kleine, zeg maar zoals net, 1 tegen 1. En dan kun je echt. Nou ja. Hier ligt nog zo'n AK. Oh ja. Nog meer 556. Ik zit helemaal vol, joh. Ik kan niks meer mee nemen. Nee, ik heb eigenlijk. Hier nog een nieuw level 2 armor hier. Zie je wel. Ja, dat vooral. Oké, ik had een level 1. Dat werd een beschadigde 2. Terwijl ik terug switchen, tak een volledige 2. Kijk, dan zou ik die smoke. Dat is.
Het enige wat ik eigenlijk nog. Ik heb zo'n trauma kit. Zal ik mezelf boosten naar 200? Ja. Kan je doen. Yo, Chris Henke, is het yo, is het wat? Ja, ik heb wel flink gezeik gehad met het spel, maar uiteindelijk is het wel, ja. Ja, ik kreeg gewoon de game niet opgestart. Een maat van mij ook niet. Nee? Nee, we kregen het niet. We hebben nog oplopen zoeken op het internet wat het eventueel zou kunnen zijn. Nou, het schijnt iets op de background. Wat blackout zou kunnen tegenhouden. Oké, okay, hebben we opgezocht. Niks gevonden. Hé, hey, wat denk je? Wat is dit? Sniper. Echt? Ja. Maar ik heb toch al een sniper? Nee, ik heb geen sniper. Ik hoor wel eens op 200 of zo hoor ik schoten. Oh, ik zie ze. Je hebt sniper, hè? Ze zijn nu achter een berg. Op 185 exact zitten ze. Ik denk dat ze naar dat huisje gaan. Ik kan het zeggen, hoe krijg ik nou al die dingen weer attached? Het is echt zo. Ja, daar zit ik. Nu zit ik weer deze. Hier, god. Ja, dat, ik, oh man. Waar de fuck is nou mijn sniper heen dan? Oh, hier. Toen ik de beta speelde, de eerste 5 keer dat ik dood ging, toen was ik gewoon aan het looten. Ik wist gewoon niet wat ik aan het doen was. Ja, nou zo zit ik nu ook ongeveer. Ik heb nu wel 50 kan. Kom eens. Hey, trouwens, hier ligt ook nog wat. Ligt hier? Aan level 1. Ja, ik heb hier die. Deze moet je echt even proberen. Further collapse expected. Travel to indicated safe zone. Zou ik hem nu aanzetten of zo dadelijk? Ja, dat vind ik een lastige. Ik weet niet hoeveel mensen hier eventueel zijn. Maar die. Ja? Dan is het net, dan hoor je mensen alsof die heel ver weg zijn, alsof ze naast je lopen. En daardoor kun je dus heel goed herkennen van hé, waar zitten ze en kun je ze killen, zeg maar. Oh, we moeten zo lopen. Oh, best een eind trouwens. We kunnen beter gaan. Ja, waaruit kijk dat hier nog mensen kunnen zitten. En dan kun je misschien kun je hem nu aanzetten. Je kan hem tijdens het rennen ook gewoon aandoen. Ja, hij was over. Oh, fuck. Nou, hey, de rest van ons? Waar? Oh, sorry. Net call. Supply drop incoming. Achter die steen zit hij nu. Ja. Oh, eentje het open. Lekker. Headshot. Oh, nice. Nog een headshot. Oh, heerlijk. Lekker dan. Oh, yo Chris Henke, het is heerlijk, man. Allebei headshots. Oeh. Nice. Kijk, eentje had ik voor mij hier. Ja, hier zo. Ja, pak jij die? Ik pak die wel hier. Oh, wacht, dan doen we deze erop. Hebben ze een beetje nuttig gespeeld? Ja, deze heeft een suppressor, maar die wil ik dus. Ja, kijk zo. Lekker dan. Mooi schot, man. Schoten uit. Ja, die staat eigenlijk wel lekker op. Wat voor ammo gaat hierin? 3,3. Nou, pak deze nog even op. Ik heb nog wel punt 50, maar. Nou ja, ik heb. Voor de rest heb ik eigenlijk nu alles wel. Even kijken. Deze gaat nog mee. Trauma kit, bandages. We hebben hier trouwens een kwad, de cirkel komt eraan. Moeten we verder dan? Ja. Volgens mij wel. Toch? Ja, kom maar. Hoe ga je erop? Ah, even. Ja, die kwads rijden echt heel raar. Nadeel vind ik dat iedereen je nu kan horen, maar. Laatste stukje lopen. Ja, is goed, ja. Wel beter, anders horen ze helemaal. Oh shit, ik gooi wat, ik weet niet ook. Oh. Hoe ga je eraf? Oh, wacht, F. Ik zou weer te denken, hoe ga ik op fuck ga ik eraf? Yeah. Dat paniekmoment wanneer je iets gooit en niet weet wat het wordt. Ja. Maar kijk, als je iemand raakt in Blackout, voelt dat er volgens mij echt veel beter aan dan bij andere Battle Royales. Ja, je hoort nu dat je hem raakt. Ja, die hitsound is echt lekker. Ja, dan heb je inderdaad, hoor je inderdaad dat je iemand raakt. Bij PUBG inderdaad heb je dat niet, dus dan moet je met guessing afgaan. Hé. Hey. Je...
Bij die steen op Eentje down. Relocate to safe zone. Eentje daarachter nog. Ik heb er ook een. Zit er nog eentje achter in die zone? Achter in die zone? Ja, achter in die zone zit er nog één. Moet heel even rechts van ons ook in de gaten houden. Ik zie hem alleen niet meer. Nee, ik laat wel. Zou die dood zijn door de zone? Nee, ik denk het niet. Hé, hier staat een kist. Hoe heet het? Zo'n drop. Die is nog dicht. Ah, kijk maar. Hey, ik wil eerst even weten dat die gast niet in één keer uit het niets komt, weet je wel. Circle collapse imminent. Get to safety. Ah, loot hem maar. Net call. Supply is niet drop echt, incoming. Echt goed speel. Note from nee. Torque. Ik heb geen idee wat ik daarmee moet, maar. Kijk, ik moet nog een klein stukje hierheen. Ja, die ene is al door die cirkel. Maar ik weet het niet, ik zie hem niet meer. Ah, dit is wel een lekker snipertje dit hoor. Oh, voor ons. Bij 232. Hij loopt die heuvel op. Zie hem, twee ze... Ja, oh, je hebt ze. Lekker dan. Heerlijk. Ah, dit wapen neem ik wel vaker. Dus de Outlaw. Van jou ook. Als je, de oude, als je een lekkere sniper wil, is de Outlaw. Oké, onthoud hem. Oh, achter ons. Dropt zo'n kist. Ja, ik geloof het wel. Ik wou het zeggen, ik geloof het ook wel. Waar zou die gast heen zijn? Hier schouw ik hem ergens neer. Maar hier, kijk. Oh, hier ligt hij, Heeft hij nog wat nuttigs? Paladin, die moet je niet pakken. Dat is een hele slechte sniper. Tenminste, vind ik persoonlijk. Ik heb daar... niet zo'n hele goede ervaring mee. Oh, kut. Waar? Noord, volgens mij. Auw. Nee, voor ons. Waar zit hij? Achter de boom 22. 22? Dichtbij, ver? Nee, ja, hier net over de weg. Zet er zo'n barricade neer. Kom man, we spelen geen Fortnite. Ga gewoon het gevecht aan. Hij piekt op jou, rechterboom. Twee van mij. Oh, hij gooit iets. Wat zei dat, joh? Ik heb er één down. De linker is down. We worden ook door een ander team beschoten, dus links van ons zit ook mensen. Get to safety. Oh, kut. Oh, wow. Schrik jou nou? Nee. Kun je mij nog helpen of niet? Jazeker. Hun werden van links ook beschoten, dus vanuit west, zeg maar. Oh, wacht, ik moet jou aan blijven kijken, oké. Kijk maar aan. Kijk aan als ik tegen jou praat. Oké, wacht. Oh, kut, zeker. Au. Ja, laat maar, ik ga hem niet doen. Ik ben verlamd ofzo. Ja, ik ook. Kijk maar de helft. Ja, ik was dat ook. Ik ben vol aan het doen met first aid. Oh, ik... Oké. Ik heb geen armor meer. Verder ben ik topfit. Oh, ik... Nou ja, ik ook. Hey, voor mij zag ik eentje hier voor mij, rest voor me. 244. Waar? 244 achter de steen. Oké. 2, 3, 4. Je ziet die grote rokje voor mij. Ja, ik zie hem. Heb je hem? Kikkel. Further collapse expected. Held. Nog eentje?
Er eentje erboven. Waar zit die? Ik weet niet, eerst op 242, 243, 239, 242. Jeetje. Kom maar. My god, ik moet iets van. Oh shit. Ik kan mezelf niet meer fixen. Waar is die body? Ja, loot hem maar hoor. Ja, ik heb 10 bandages, moet jij wat hebben? Nee, pak hem maar aan. Hier ligt prikkeldraad, dus ik weet niet of die dan in de buurt is. Kut is, we hebben allebei geen armen meer. Nee. Nog 3 alive, hij 2, maar tegen een paar anderen. Nee, tegen 1 dan. Wij zijn met z'n 2. Ja. Nou, dat moeten we toch winnen? Nou, ik zeg het zo, vroeg niet. Oh, wacht, Resvold! 103. Oh! Lekker dan! Heerlijk! Nice! Ja, Gilles, welkom. Heerlijk! Lekker dan, jongen. Oh, ik zag hem, ik scoped hem, ik schoot hem. Lekker dan. Let's go, boys. Zo doen we dat. Ah, dat moest ook gewoon. Het ging te lekker. Zo, ik heb voor mij, ik weet niet hoeveel je nog heeft hoeveel kinderen. Jij had echt achter elkaar, man. Even kijken, leave match, kijken wat ik heb. Ik heb 2 kills. Jij hebt 2? Ja, ik heb wel veel hits volgens mij. Ja, damage 6, nou ze valt ook al mee. 638. Ik ga eens even kijken hoeveel ik heb. Oh, ik weet wel, als ze sniper vinden moet je... 9 kills. Haha, heerlijk. En je langste? Even kijken. Ik zet heel veel die muziek uit, ik word er gek van. Show more, music. Oké, zo, spreken. Oké, ik ben nou level 4, zie ik. Ik weet niet wat ik ben, ook weer 5. Even kijken, ik heb in totaal 3698 damage gedaan. Gast, lekker dan. Kan ik deploy doen? Ja, hè? Yep, let's go. Heerlijk, ja. Heerlijk. Dat was wel inderdaad een lekker potje. Nou jongens, eerste kippen, je kan het gewoon zeggen, hè? Gewoon de eerste kip al binnen. ja, gewoon inderdaad, kip. Gewoon kip, hè? Eet elke avond kip. Gewoon heerlijk. Nee, echt, ik serieus, die Outlaws, dat is mijn sniper. Ja, dat heeft zich bewezen. Zo, dat ding schoot lekker, jongen. Echt serieus. Die 2 headshots achter elkaar. Ik hoefde niet eens wat te doen. Ik stond daar gewoon. Ik hoor 2 schoten. Oké, het is... Ja, het schoot serieus gewoon chill. Ik weet niet wat het was. Maar ik moet zeggen gewoon serieus wat ik ermee schoot. Maar... Hoe dan ook. Met een damage of met een zwaar vest. Ik weet nog eens wat... Ik weet niet wat voor vest ze dragen, hè. Ik heb wel een hele... Dat is nog van de beta. Ik heb een filmpje op mijn PC opgeslagen. Dan schiet ik een goos die rent ergens weg. Maar dat was met een andere sniper. Maar daar heb ik ook een headshot. Maar dat is gewoon instakill. Wat voor pak je ook hebt. Headshot is gewoon... Is gewoon klaar. Ja, het waren wel 2 heerlijke headshots inderdaad hoor, die ene. Heeft iemand die kunnen klippen jongens, of niet? Dat was echt gewoon heerlijk geweest. Even kijken, wil je daarheen gaan? Oh, ik klik maar gewoon. ik klik gewoon maar wat. Oh, kunnen we hier echt wel? Ja, is goed. Ik moet nu springen, denk ik, of niet? Yep. Let's go. Oh, lekker hoor. En we nu nog zo'n winnetje kunnen krijgen. Even kijken, we gaan hier wel rechts. Oh, ik wil ietsjes links. Kom op, geef me een gun. Juist, ik heb een gun. Heb je al wat? Hier staat een kist, hier ligt misschien wel wat voor je. Bij mij. Oh. Waar zit hij? Hij zit er boven, auw. Heb jij eigenlijk team damage?
Ik weet het niet. Ik heb hem. Nice. Volgens mij een solo player, of niet? Ik denk het. Wil jij eens één keer? Ja. Schiet eens op mij. Ja, je hebt 10 minuten. Ja, het geeft. Ja, oké. Okay. Ja. Even gewoon voor. Weten we dat? Oeh, GK. Is dat een GKS? Wat is dat? Een 50 call. Ah, je trouwens, pak jij maar. Nee, ik heb al iets. Nee, maar ik heb dit wapen, vind ik wel super chill. Maar trouwens, heeft hij 50 call kogels? Nee. Ja. Jawel? Ja, sorry, 45. Oh, ik wou zeggen, ja. Er staat daar ook nog zo'n kist. Zo'n wapenkist. Nou, kijk maar of je hem kan pakken. We moeten even kijken of er nog. Hier zo ligt hij, ik weet niet of zo. Oh, lekker, nou, Titan. Nog twee ham. Ik weet niet wat ik wil dat ding. Oh, pick-up is middle mouse. Wil je een goede gun proberen? Moet je ik zit mijn outlaw weer te zoeken. Oh, stop eens. Dit ding. Hoe drop ik hem? Zo. Dan moet je ook munitie hebben natuurlijk. Heb je 7,62 toevallig? Ja, die heb ja, 50. Oh, kun je ook splitten? Ja, split. Ja, probeer. Wat is dit, een heavy gunner of zo? Ja, dat ding is echt goed, man. Tenminste, in de beta vond ik hem echt top. Ja, ik heb dus geen beta kunnen spelen, zo, maar je kan niet echt glijden met dit ding nu. Nee, dat maar ding heavy zwaar is voor mij. Ja, hij is. Sit rep, circle collapse imminent. Get to safety. Hij is wat aan de zware kant. Wat is eigenlijk jouw naam? Speel al. Wiggleman. Kut. Ik ben bijna down. Oh, ik had echt zo'n. Oh! Ah ja, hij heeft me gekild. Helemaal? Oh, kut. Ja, hij heeft me gelijk gegeven. Oh, ik ook. Oh, ik had zo'n angst zo'n beetje dat ik over een hekje heen probeerde te komen terwijl je beschoten wordt. Ken je dat? Ja. Yo, Rijboytje, thanks voor je sub, jongen. Welkom. Oh, wat wil je zeggen, sorry? Nee, dat je zo aan het bunny hoppen bent tegen zo'n hek, terwijl de kogels om je heen vliegen, weet je wel, dat je er niet overheen komt. Ja, ik had dat dus net. Yo, Mikey. Ik wou eigenlijk glijden. Ik wou naar binnen glijden zo. Maar ik glij zo tegen dat zijkantje aan, dus ik wil springen. En ja, dat is klaar. Dat is gewoon klaar. Gewoon. Ja. Maakt niet uit. Kan gebeuren. Ah, joh. Af en toe heb je verzoeken games ertussen. Dat kipje net met 9 kills, jij 2, 11 kills in totaal, 88 man. Dus dat wil zeggen dat we toch 1 achtste gewoon erin hebben gedaan. Ja, en hoe? We hadden hem ook gewoon verdiend. Ik bedoel, een paar keer down, noem maar op. Dat is gewoon een goed potje. Echt gevochten tot het einde. Nou, jij was 2 keer en ik 1 keer. Maar hoe vaak kun je down gaan in deze game? Weet jij dat? Volgens mij gewoon. Tenminste, ja, weet ik niet. Ik zou zeggen, schiet me eens een paar keer neer. Nee, nee, dat doe ik niet. Nee. Dan ben ik sowieso uit. Ik, oh, wacht niet, dit was de laatste keer. Nee, laat me maar niet. Nee, ik denk 3 keer zeker. Oké, 3 keer zeker. Dus hetzelfde, hetzelfde ongeveer als PUBG. Lukt het een beetje? Ja, we hebben net een lekkere kip gehad, jongen. 2 dikke headshots achter elkaar. 9 kills, hij 2. We hebben gewoon een easy kip gewoon verdiend. En tot nu toe, het is even wennen hoe de game is. Vooral veel klooien nog, met de looten. Ja. Ik heb wel mijn favoriete sniper gun nog gevonden, dat is de Outlaws. Krijg je ook fall damage? Niet, maar volgens mij wel, ja. Auw! Hey, maar je kan ook zo terugrijden, hoe fucking gaaf is dat? Ja, heb je die doelzoekende raketten al gezien? Ja, die heb ik ook vast gehad, die waren ook fucking nice. Paladin, one shot, one kill. Ja, maar ik kreeg net te horen dat de Paladin nou niet echt de chillste sniper is die er is. Ik vind hem niet, ik heb er geen one shots, one kills mee kunnen krijgen. Ik had net de Outlaws en die was ook one shot, one kill. Tussen zijn hoofd dan. Body was inderdaad, misschien had hij level 3 vest aan. Zullen we trouwens iets anders dan Firing Range? Ja, Kies maar iets, ik vind alles goed.
Ja, ik weet het eigenlijk nog niet. Arai? Ja, is goed. We moeten nu springen gelijk, denk ik. Dan gaan we gelijk naar beneden. Even kijken, wat is dit ook alweer? Dan moet je dat ronde gebouw pakken in het midden, met die schotel erop. Oh, er gaan meerdere heen. Nou, ik wou het zeggen, meerdere dachten eraan van laten we dat doen. Oh shit, we zijn heel ver uit elkaar. Komt goed, ik kom maar naar jou. Even een... Kijk. Ik heb alweer een sniper. Ja? Ja. Lekker. Alleen niet de sniper die ik wou, maar... Bij mij ligt nog armor, mocht je niks vinden. Maar ik heb er tot nu toe nog niks. Ik heb alleen een probeer eens een beetje naar jou te komen. Ja, ik denk dat ik ook een shotgun heb. Dat is een beetje dubbelop. Fuck, ik moet eigenlijk iets voor afstand hebben, dan kom ik naar jou toe. Maar ik geloof niet dat het mij gegund wordt. Even kijken hoor, ik neem tot nu toe even alle wapens mee. Ja, ik ben nu onderweg naar jou. Ja, ik ben ook onderweg naar jou. Ik dacht dat ik een raam... Collapse detected. Advise relocation to indicated safe zone. Oh, de Auger DMR. Wil jij die? Jij hebt een sniper, hè? Ik heb een sniper, ja. Oké, dan neem ik hem. Oh, wacht, hier wou ik die wisselen. Wat is dit? Punt 45. Hier gaat 5566 in en hier 2300. Hey, check dus dit. Deze erop en deze erop. Ik heb een recon car. Wacht, kun je dan daarmee... Hoe werkt dat? Een recon car? Wat je nou in je handen hebt, wil je zeggen. Ja, maar hoe... Oh. Oos? Oh, kijk dan. Wat, wat is dit dan? Oh, die kan nog springen ook. Hey, korf. Alleen... Stap om ons heen. Oké, ik ga eruit, want het is niet mijn ding. Zijn het vogelkogels? Ik weet het niet. Ja, dat vind ik dus af en toe nog... Ik moet echt die geluiden nog even leren kennen. Want in theorie lopen twee man. Ja. Oh. Ik sprong. Wacht, ik ga... Okay, zit hier eentje in? Is er een zij? Hey. Kijk uit. Weet je wat? Als hij zegt dat de paladin inderdaad... Een lekker sniper is? Dan geloof ik dat. Bij mij boven. Ik heb eentje down. Kut. Ben je down of niet? Oh, kut, help. Ah, fuck. Kun je mij helpen? Kut, waar ben jij? Eentje is down en die andere is hem helpen. Hij zit rechts. Hier, bij mij. Ah, kut, hij maakt me dood. Oh wauw, hij killed me. Ja, kijk, dat is die shotgun. GG. Ja. Ik had er ook even een shotgun. Op jouw advies. Ik wou dus uiteindelijk naar binnen rennen. Ja. En ik dacht eerst rechtsboven, dus ik kijk rechtsboven. En ik kijk uiteindelijk liep hij links naast me met GG. Ach ja, shit. Nou, ze hebben twee potjes, 3 kills, 9 kills, 0-0. Oké, dit wordt gewoon weer de goeie. Ja, let's go. Dit was gewoon... We gaan gewoon weer die drukken opzoeken. Did you have fun this match? Yeah. No. We waren te snel dood. Maar ja, maakt niet uit. Ja, maar ik heb wel een shotgun kill. En ik ben echt niet van de shotgun. Dus ik had wel lol. Ja, ik ben er echt totaal ook niet van. Maar dit is gewoon zuiver. Ik denk even wennen. PUBG heb ik het nooit gewend. Ik ook niet. Ik heb daar ook wel... Hoewel de S12K. Ik heb wel eens hele kamers gewoon in mijn eentje tegen squat helemaal leeg... geknald met een S12K. Maar dat was lekker. Meer geluk dan wijsheid, denk ik. Dat ze gewoon met z'n allen op een kluitje zaten. Dat ik gewoon praktisch niet kon missen, zeg maar. Oké, ja. Ik weet niet. Ik ga nog steeds met met een AK of met een SCAR. Of met die barrel. Die vond ik het laatste update ook fucking chill. Ja. Ik vond hem chiller dan de AK. Klopt. Je moet even die recoil even... Ja, een beetje onder de knie krijgen. Maar dan heb je hem ook. Dat is echt een goed ding. Oké, even kijken. Royboytje zegt ook, je kan ook rechts onderin zien wat voor kogels erin gaan. Waar is hij? Oh, wacht, 9mm, inderdaad. Ah ja, nice. Dan heb ik ook een soort handpistool. Maar de paladin moet dus wel goed zijn. Blackout. Ja, hij zegt van wel, het is one shot, one kill, dus dan gaan we dat even testen. Oké, als we vinden, dan... Oké, we gaan...
Infiltrate, engage and destroy. Nou, we gaan hier trouwens wel. We hoeven niet auto te steken. Waar? This is it. You are clear to deploy. Bij het puntje. Zeg maar als je springt, ben je al gesproken. Nou, nee, ik ga nu. Het is ook nog wanneer je moet springen, dus dat je het snelst neerkomt. Dat ben ik ook nog even aan het wennen. Nou, ik ben er nooit zelf echt heel goed in geweest. Bij pub had ik het ook niet. Ik was niet de laatste, maar ik was ook zeker niet de eerste. Heb je al een gun? Ik heb al een gun, ja. Ik ook. Niet per se wat ik zoek, maar... Ah, tuurlijk heeft hij mij... Nee, hij finished mij wel, hè? Ja, hij finished mij. Last man standing. Bring this home. Waar? Hij zit echt... Ja, op mijn body. Ik kan hem nou niet meer zien. Heb je hem? Eentje, ik hoor nog iemand. Sit rep. Potential collapse detected. Ik weet niet of hij het was. Indicated safe zone is advised. Ik zie jouw body niet meer. Vanaf borst hoog, hoger, zijn tenen niet. Zelfs met armor 3. Serieus? Dat meen je zelfs niet. Armor 3 is dan met dat wapen. Oké. Okay. Nou, dan moeten we het echt een keer uittesten. De rest van je hoor je hem. Hier rest je binnen en hoor je hem. Oh. Oh, wow, wow. Oh. Oké, waar kwam die gast in één keer vandaan? Ik heb geen idee. Van rechts oké, maar die? Geen idee. Die moet toch echt achter mij hebben gelopen? Ik kijk heel veel aan mijn killcam. Ik ben er... Oh, ik heb hem weggeklikt, laat maar. Oké. Ik ga even snel wat te drinken pakken hoor. Heel even, geef me een paar, één minuutje ongeveer bij elkaar, dan ben ik weer terug. Ja, geen probleem. Doe ik het ook even. Yes, even snel drinkpauze jongens. Yo.
Zo. Nou. Yo. Ben ik weer. Nou, ik had één kill. Ik, Zie je veel beter dan de vorige al. Ja, we maken progressie. We moeten even kijken hoe spawnen we eigenlijk met die 9 kills. Ja, wat rustiger volgens mij. Maar dat... Weet ik ook niet meer zeker eigenlijk. Dat potje, ik weet niet, het was Misschien moeten we zeg maar bijvoorbeeld Ja, ik weet niet, ik, op zich vind ik een drukke plek ook altijd wel relaxed. Dan maak ik een beetje kills en zo. En voor kills word je uiteindelijk beter. Alleen, het is net, je moet ook maar weer net een gun vinden, zeg maar. Zullen we hier proberen te landen? Dan looten we dit zo. Ja, is goed. En dan kunnen we zo brugje over, kunnen we dit doen. Ja, ik Ik zeg deal. Ja. Zo niet dan toch. Ik wil wel zeggen dat ik de game steeds meer begin te waarderen. Ja, ik eigenlijk ook wel. Ik merk nu wel gewoon een beetje dat het steeds eigenlijk makkelijker gaat. Ja. Je weet nou langzamerhand wat je moet doen. Het is nou niet zoals in het begin van, hè, wat fuck moet ik doen? Ja, dat je 40 keer je wapen op de grond gooit. Ja. Oh, we spannen boven, nice. Ja, wanneer zouden we moeten springen? Ik denk nu al. Ja, doe maar nu. Oh, je kan nu, oh jawel. Wauw, ik druk de verkeerde. Heb jij bijvoorbeeld als jij streamt last van dat je spel toch wat minder lekker loopt? Nee, want ik heb, ja, op het even, ik heb het gelukken. Ik heb twee streams, ik heb twee PC's. Maar hoe doe jij dat? moet ik zo zeggen, ik heb een stream PC en een gewone PC. Maar... En daartussenin moet je een Elgato erin douwen. Ja. Yeah. Die alles overtransfert, dus die moet je dan ook op je game PC aansluiten. Oh, yeah. En dat doe je uiteindelijk met, ja, hoe moet je het zeggen? Met een kabel vanuit Elgato weer naar je videokaart. Oké. Okay. Oh, hier is trouwens nog een backpack thuis voor jou. Ik heb er een, maar dankjewel. Advise relocation to indicated safe zone. Toevallig vond ik het... Ik wil een deur open doen en dan pak ik mijn gun steeds. Nou, we zitten safe. Oh, er liggen nog twee backpacks. Oké, okay, chill. Wat ik wel relaxed vind is dat je hier heb je gewoon een backpack en niet drie verschillende, zeg maar. Ja, dat is inderdaad ook wat je... Oeh. Deze neem ik wel mee. Ik heb nu een rampart. Oh, die is ook wel... Ja, volgens mij is die ook wel relaxed. Nee, er ligt voor de rest helemaal niks. Ik heb niet echt super guns of zo. Als het gevecht. Moet ik je even toch geven? Ik heb er eentje punt 45. Nee, nee, ik vind wel wat, denk ik. Tenminste, dat mag ik hopen. Ja, let's go. Kijken. Ik ga ervan uit dat ik gewoon zometeen iets vind.
Oh, we moeten eigenlijk straks wel weer terug. Tenminste, die kans is heel groot. Oh, ik heb... ligt hier? Ik heb awareness. Jij hebt het nog niet echt goed kunnen proberen. Oh, wauw. Iemand heeft hier een fully... Hier. Oké, ik heb beide. Dus ik kan deze ook voor jou droppen. Misschien heb ik hier nog... Wat is dit? Punt 45. Circle collapse imminent. Get to safety. Ik hoop dat je straks die awareness even een keer goed kan proberen. Dat je... Dat is echt... Ik denk dat dat de meest relaxte... Wow! Oké. Ik weet niet wat je deed, maar... Maar ik, ja, ik vloog in één keer de lucht in. Ik was wel impressed. Dat was wel... Ja, dat was echt een trucje. Hoe kom je boven op een dak? Nou zo. Oh, dit ziet er niet echt uit als iets wat ik wil. Oh, hier liggen nog wel. Kijk, Een Maddox... Oké, wat is dit? 5,56, dat klinkt goed. Oké. Okay. Dit ziet er wel uit als geloot zijnde. Hier ligt een rampart, die heb jij ook, hè? Hier ligt nog een 2 kiskoop. Even kijken, heb ik een rampart? Ik heb een K1 operator... ja, ik heb een rampart, ja. Oké, we hebben allebei een rampart. Kunnen we kijken wat dat... Volgens mij is die wel goed. Ik zit even te kijken waar eventueel mensen zijn. Je zou die awareness aan kunnen zetten. Kijken of je hoort. Alleen, misschien ook weer zonde. Ik denk dat je dat beste naam nog niet kan doen. Ik denk dat je die awareness wel een beetje het beste tot laatst kan bewaren. Ja. Heb jij trouwens al armor? Nee, nog niet. Ik ook niet. Oh, en ik vind hier niet level 1 armor. Chill. Ik ook. Ah, ook opgelost. Zo. Zie, we moeten er gewoon over beginnen en dan ligt het er. Oké, hier kun je dus niet doorheen. Trouwens, ik word er wel geschoten vanuit die huisjes. Wat is dit? Ook een rampart. Heb jij ook een beetje medisch spul of niet? Ik heb nu net een trauma kit, vind ik nu. Oh, beter. Oké, ja, deze deur gaat ook dus niet open. Hier ligt zo'n... wat is zo'n ding? IR7, ik denk dat ik die... Oh. Hier een barricade. Looter, wat de fuck is een looter? Wat is een trophy system? Wat doet dat? Ik heb dat elke keer, maar... Destroy individual lethals, tacticals and explosives within 10 meters. High velocity missile. Ga ik een andere keer proberen. Ik hoor een auto. Mijn auto bij over die brug. Haar huis 244. Hier staat trouwens zo'n truck waarbij je mee kan rijden. Ja, er staat bij, hoe heet het, 245 staat ook zo'n truck. Even kijken of ze een sniper voor jou kunnen vinden. Hier ligt al sniper ammo. Zal ik hem meenemen? Punt 50 call, ik weet niet waar dat in gaat. Dat gaat voor mij in die ene sniper. Dat gaat in die paal in. Wat hè? Wauw, ik klom weer op het dak. Ja, ik heb dat af. Dat, wil je ergens naar binnen of dan spring je en dan grijpt hij iets vast. Wil jij level 2 armor? Hé, hey, ik zie hem. Waar? Oh ja. Oh, er komt hij. Kut, kut, help, help, help. Er komt een auto naar me toe. Wauw, ik ben dubbel nog geschoten. Ik heb ze, ik heb ze. Kut, loopt nog iemand. Oh fuck, ik word van meerdere kanten. Leef je nog? Hij schiet me nou dood. Dat meen je niet. Dat is altijd geturd partied. Speel maar eens... Oh, ben je ook dood? Ja, ik had die twee die jou hadden. Toen begon ik op die andere te schieten. Alleen ondertussen werd ik weer in mijn rug ook. Dus ik had op een gegeven moment niet echt
zeg het, ik had niet veel plek om weg te kunnen. Ah ja, nou jammer. Maar ik heb beter samen doodgaan dan als je er moet wachten. Ik heb 1000 damage precies gedaan. Ik had er 2, die gast op die quad. Ja, ik had weer niks. Ik had 0 kills. Maakt niet uit. Voordat ik die kills van jou heb ingehaald. We moeten even weer zo... Dat was wel kut. Een mooi potje, dat moeten we gewoon weer doen. Ja, maar ik had nu echt die 2 gasten aan de overkant. En daar was ik ook druk mee bezig. En dan vervolgens word je weer dan... Door 2 auto's en ik is een soort van, ja, third en fourth partied. Ja. Ja, het is de looters. Reveal nearby stashes and items. Oké. Ga ik dat wel eens een keertje proberen. Weet je, een heel stom feit, maar er hangt hier een schilderij in dit gebouw van M16, dus die zitten niet eens in de game. Zo, hoeveel kills gaat hier dan in? 60. Wat had je? Oké. Ik weet niet wat ik had, maar ik... Een coordinate. Cordite. Maar nu heb ik niks. Mission area is hot. Weapons free. Hook up and head out. Lifter 1-1, moving on drop. Jezus, waar de fuck zullen we zijn? Gaan we hier? Ja, is goed. Ik ga er al nu uit. Kijken of inderdaad dat echt veel helpt. Beetje linkerkant nu van dat geweld van die stad. Ja, is goed. Hoop ik dat we niet... Oh, de land al. Hoe komt die daar dan, joh? Ik ga ietsjes naar rechts, de landen er al heen. Bij de tankstation zit iemand. Oh, kut. Ik word gewoon nu al beschoten. Hier ergens landing. Hij is dood. Hij is... Maak hem af. Lekker dan. Er komt nog iemand aan. Pak zijn gun. Hij heeft een GKS, ik weet niet of dat... Ik weet niet wat jij had. Hier ligt zo'n AK-achtig ding, wil je die? Ja, ik pak die wel. Sit rep. Ik heb alleen niet zoveel ammo. Detected. Relocation to indicated safe zone is advised. Nu ietsjes meer. Ik werd net hier, ik spawnde hier zeg maar, op landen en toen werd ik geraakt vanaf zuidwest of zo. Nou, ik weet het niet, ik zit nu ook aan het over te kijken, wat ligt hier? Punt 45, wat zit in die andere wapen? Oké. Hier ligt zo'n Helion, zo'n bezoeker. Ja, nee. Alleen nee, ik heb daar nooit zoveel mee. Nee, ik doe gezellig mee, heb ik ook niet. En barricade? Barricade is zo'n muurtje die. Die er net is. Heeft... Oh, kut. Oh, hoe dan? Nee, joh. Waar zit hij? Ik geen idee. Ik was echt. Ze was gewoon instant dood. Ik heb voor de rest niks. GG. Ik heb geen idee waar vandaan. Circle collapse imminent.
Get to safety. Oh, pak hem. Ah, maar daar kun je gewoon niks tegen doen, gewoon. Dat is Battle of the Armor. Yo, Wingman TV. Yo, nice man, nice name, man. Hoe gaat hij met jou, jongen? Kijk, I'm gonna give an audio alert when you are targeted by an enemy. Kill camera path. Jezus, ja, oké. Okay. Ik had nu gewoon bijna 1000 damage alweer gedaan en geen kill. Ja, kut hè? Ja, het is... Maar dan schiet niet, je, hoeveel... dan fixen ze gauw en dan op die manier kun je heel lang in gevecht zijn, zeg maar. Maar hoeveel damage geeft één persoon? Eén persoon, is dat 100% damage of is dat meer damage? Nee, 150. Gewoon zonder armor is 150. En dan kunnen ze zich boosten met die trauma kit tot 200. Dus eigenlijk moet je ervan uitgaan dat iemand altijd 200 heeft. Ja. Maar dan heb je dus ook nog die armor die dan weer zeg maar zoveel procent van jouw schot eraf haalt. Oké. Okay. Alleen ik, bijvoorbeeld, ik had net... Ja, ik had geen armor volgens mij, maar ik werd gehit door iets, jongen. Ik was gewoon down en gelijk dood. Dat was niet normaal. Die gozer kon wel schieten trouwens. Die schoot volgens mij ook gewoon niks mis. Ik kijk hem gehaald hoor. Als je wist dat met middel mouse button sla je je rechterhand. Oh, wauw. Dat ontdekte ik vanmiddag per toeval. Ik weet niet of je dan harder slaat. Dat kun je niet echt proberen daar. Ja, niet zo dat je zo'nzelfde effect hebt als je een PUBG hebt. Gewoon dat je spring slaat. Ja, dat zou dus kunnen. Kijk, zullen wij hierin gaan? Hier is het. Oh, wacht hier. Kut, moeten we nu uit. Gaan we eruit. Oh ja, ja. Okay. Gelukkig hebben we een wingsuit. Ah. Bedoel je die kleine huisjes daar? Die drie? Ja, even kijken een beetje. Dan gaan we daar daarna even naar die... hoe noem je dat? Dat gebruiks... fabriek. Ja, er landen wel twee mensen daar. Bij fabriek? Ja. Ook vooraan. Ja. Bij de poort, zeg maar. Maar okay, ja, ik hoor aardig wat schoten er wel. Waar lag je arm hoor, ja, zie. Oké, ik vind hier geen wapen of wel? Oeh, Hades. Het gaat er in de Hades 556. Sidrep. Hier ligt armor. Oh, je pak jij de twee maar. Even kijken, Spitfire. Je had 556, hè? En ik heb 7.62, ja. Ik heb geen 556. Dus ik geef mij een minuutje van jou. Ben je boven? Ja, nee, ik ben helemaal boven. Oh, wacht, hier ligt nog een level 1. Oh, je kan hier nog een keer boven. Ja, hier. Kijk, hier, ik drop even een minuutje voor je. 556. Het zijn er maar 50, man. Oh, dat is allemaal wel goed. Voor jou zijn dat 50 kills. Als je net zo lekker gaat als net. Als het inderdaad meegaat. Oh nee, niet dit spel uit Wiggle Man. Hoezo? Wat is er mis mee, joh? Geef de kans. Wat zeg je? Ik heb net een heerlijk... Ik heb al heerlijk één kipje gehaald, dus ik vind het eigenlijk wel goed. Ja, ik zie er iets voor me lopen. Ja, 42. Achter die bus, toch? Ja. Ja. Ik loop heel even een beetje onderlangs hier. Yup. Weet je wat, dat als je trouwens hier gewoon zacht loopt, dus zonder rennen,
Dat je ook gewoon praktisch onhoorbaar bent. Oké, okay, oké. Okay. Dus, even kijken, voor mij is hij de onderste deur ingaan. Als ik solo speel, loop ik voor de laatste cirkels, loop ik gewoon rustig in plaats van rennen. Mm-hmm. En dan kom je ook al echt een heel eind, zeg maar. Circle collapse imminent. Get to safety. Ik schrok van een rookwolk. Ken je dat? Nee, maar ik schrok net wel van dat geluid dat je denkt hoor. Piep, piep, piep. Ik weet niet wat het inhield, maar... Het moet ophouden. Volgens mij zitten ze hier niet. En bijvoorbeeld in dit soort gebouwen, als je nu croucht, dan ben je ook echt ontzettend stil. Ik heb 2 keer een sensor dart. Oh, dat is zo'n ding, als je die in iemand schiet, dan kun je een soort track and trace. Oeh, dat is wel nice. Ja, ik zie hem hier totaal niet meer. Hij moet een klein stukje lopen, dus laten we naar die brug lopen. Hier loopt er eentje hier. Waar? Heb je hem? Is die alleen, of? Ja, nee, hij was knocked. Jij loopt bij me? Oké, hij was daar beneden dan, hè? Ik geloof iets te ver. Kijk jij hierboven? Ga ik hem even snel... Oh shit, dat wil ik niet. Ik wil gewoon naar beneden. Oos, daar wordt hier geschoten. Ik weet alleen echt niet... Oh, achter die muur zitten mensen. Ah, hij zit hier beneden. Hij zit hier in het water. Meen je? Are you fucking kidding me? Ik denk al, waar komen die schoten vandaan, joh? Ik kill mezelf even. Nee joh, ga maar door, gewoon proberen. Zeker weten? Ja, gewoon proberen, kijk hoe ver je komt. Oké. Okay. Natuurlijk, maar je weet hoe ik erover denk. Ja, weet ik man, maar het is gewoon proberen. Tja, dan moet je tipje stream, Twitter en Freddy. Oh kut, volgens mij ben ik aan het stikken. Oké. Okay. Mijn 260 is nog steeds niet binnen bij de streamer, Bouk. Ah, dan weet ik het. Ja, het is even wachten. Ik weet niet... Oh kut, cirkel joh. Oh gast, ik kan beter zelf moeten, denk ik. Heb je hem bij mij gedaan, Freddy? Of bij iemand anders? Ik had heel die de gaten dat we zo ver van de cirkel waren. Nou ja, je moet inderdaad wel een klein stukje. Maar als je weer naar die huisjes gaat van net... Hier is er een boot. Ja, maar als je naar die huis gaat waar we net vandaan komen, dan stond een quad. Ja? Ja. Wat zou sneller zijn? Daarheen of die boot? Nou ja, ik denk dat je gewoon beter naar beneden kan gaan. Naar die quad. En trouwens, de damage is hier best wel hard. Ja. Ja, laten we dit als leerzaam momentje doen. De damage is in ieder geval... Kijk, daar staat hij weer. Oh ja. Ja, het is gewoon afwachten, Freddy. Wanneer uiteindelijk... wanneer hij uiteindelijk bij hem aankomt. Je kan niet fixen tijdens het rijden. Ah. Ik rijd echt. Ik sta voor stoppen en healen. Ja, yes, ik... Hey, kut. Ik ben niet geheeld. Hey, die quad gaat ook stuk. Expected. Travel the indicated safe zone. Oos? Volgens mij krijgt hij. Ah, je bent er bijna. Volgens mij krijgt die quad damage van de cirkel. Ik weet niet hoeveel procent je kwad nog is. Ik gok het erop.
Ja, hij krijgt damage van de cirkel. Oh, dit, dat is altijd. Dat is gewoon... Ja, maakt niet uit wat voor spel, je hebt het altijd. Dat is echt, inderdaad, dat is echt... Nee, maar Freddy, weet je, het is, dit is afwachten van Tippy Stream. Je kan er voor de rest niks aan doen, man. Het is echt afwachten. Uiteindelijk komt het wel een keer bij hem binnen. Ha, ik heb in ieder geval weer één kill, dus dat is weer boven. Ja. Nou, ik zit in het beginscherm. Oh, maar hij liep even vast. Oké. Oké, mijn voorstel is om nu gewoon een kiptinetje te halen. Nu mag jij weer een keer zeggen waar we moeten gaan landen. Oh jee. Rivertown? Kijk, waar is Rivertown? Ja. Dus een beetje centraal. Misschien iets meer de rekening hoeft te houden met de cirkel de eerste paar minuten. Maar dat is waar, je kan trouwens vanuit het spel dat gewoon vanuit het water schieten, wat best wel raar is. Nou, daar moest ik even in het begin aan wennen, want hij schoot me dus onder water. Dat ik dacht, hè, waar fuck komen die schoten vandaan? Ja, want ik hoorde ze inderdaad allemaal schoten. Ik denk, er wordt aan de achterkant van dat hek bij mij geschoten. Maar dat was dus gewoon onder ons. Tenminste, voor mij onder me dan. Ja, het is zuiver bij sommige dingen nog echt kijken hoe het inderdaad werkt. Want PUBG kon je dat niet en hier kun je het weer wel. Dus het is zuiver echt inderdaad even een omschakeling. Ik ga nu springen trouwens. Waar land jij ongeveer? Een beetje linkerkant bij een blauw pijltje. Is er eentje naast mij? Hoppa, meteen de vest. Backpack. Gripje. Ammo. Geluk heb ik dan niet, maar... Wat is de range van zo'n shotgun? Ik durf het niet te zeggen, maar als het elke shotgun is in elke game die er is, is het best wel ver. Potential collapse detected. Advise relocation to indicated safe zone. Nog een level 2 armor hier. Oh, ik boven, allemaal. Kan ik wel gebruiken. Ben ik nou schil? Ligt helemaal boven. Helemaal boven. Ah, oké, deze heeft wel een beetje een bullet dropje. Ik heb weer dat rare ding waarvan we denken dat hij granaten kan schieten. Oh, die. Wacht, hoe komen we nou hierin? Kunnen we dat 9 mm? Ik moet echt heel nodig op backpack. Hier staat zo'n truck. Oh, we hoeven niet zo heel ver nu. Oh, dat is relaxed. Ik heb die cirkel nog nooit daar gehad. Ik probeer even mijn liefleeswapen op te zoeken. Hier ligt ook zo'n ding die met dat granaatding eronder. Als je hem ook wil proberen. Nou, ik zit even weer mijn sniper te zoeken en ik hoorde net schoten achter ons. Ja, ik zit ook aan het zoeken. Kom eens naar mij, hier ligt zo'n trauma kit. Of heb je er al een? Weet ik niet. Hier achter. Circle collapse imminent.
Get to safety. En die dingen komen wel steeds dichterbij. Ik wist niet dat je al zo dicht... Oh, daar! Ik heb hem. Even alleen kijken waar zijn buddy is. Hij is down. Kom maar. Oh, kut. Heb jij hem? Ik heb hem. Lekker dan. Kun je mij helpen? Volgens mij zit hij hier al een beetje safe. Thanks, man. Maatje. Het zijn in ieder geval 2 kills. Kijk. Werkt het trauma kit? Moet je daar minimum aantal leven voor hebben of zo? Niet dat ik zo 1, 2 weet, maar ik ben even echt. Ik gebruikte hem, maar hij wou niet. Oh, hier, kom eens, hier ligt een Koshka, die moet je eens proberen. Ik heb nu een Awaited. Oh, Hier, ik heb dit ding. Oh, er was trouwens een granaat heel dichtbij. Deze gun had ik toen zo'n epische headshot mee. Daar gelukkig ook nog op film staan. Ik weet niet of die verder. Ik drop hier 556 voor je. Oh, nu dekst. Even kijken, deze kan weg, deze kan weg, deze kan weg. Hij zegt ammo full. Dat is waar. Ik ben wel goed, ik heb nu die sniper, die paladin. Oh ja, oh beter, we moeten lopen. Voordat we door die cirkel... Yes, even kijken, wat kan moeten we op? Moeten die kant op, oké. Oké, we hebben allebei sniper. Allebei een machine gun. Drop inbound. We hebben het er nog wel even over. Nee, die was niks van ons. Ja, ik vermoed ergens. Ik ga maandag op vakantie maken. Oh, lekker man. Even een paar dagen is weg. Waar ga je heen? Duitsland. Lekker. Oei. Allemaal daarboven, ik zie ze niet. Hier is al geloot. Ik zie ze ook niet. Ik hoor... Ook in de zone 123 van ons. Volgens mij loopt er iemand vlak bij mij. Achter ons, volgens mij. Het huisje waar wij uitkwamen. Ik zweer toch dat ik... Oh, die auto, die auto. Be advised, further collapse expected. Relocate to safe zone. Au. Gaat goed. Bij de verte loopt... Oh! Kun je mij helpen? Ik hoop dat ze niet komen. Thanks, man. Kom dat even. Ander plekje zoeken. Want ik vind dit wel een beetje. Kutplek. Ja. Ik ben het volledig met je eens. Hier naast ons?
Pas op, achter je kunnen ze... Ik hou het wel in de gaten, maar... Dat kunnen ze eventueel zien. Waar? Op de berg, op de heuvel. Oké, ik defend jou wel. Kut, we moeten zo wel lopen. Oh, ik schrik me kapot, hè. Oh, ja, one shot, one kill. Lekker. Nice man. Er wordt teruggeschoten nu. Maar niet op ons. Maar de... Circle collapse imminent. My health. Get to safety. Shit. Waar? Huh? What? Oké. Okay. Hoe? Oh, ik ben door een outlaw gekild. Wie dan? Auto? Outlaw. Die Waar vandaan, man? Ja, ik denk van boven op die heuvel, denk ik ook. Ja, kut. Ik wou jou helpen met die gozer beneden. Ik loop die trap af. Heb diegene mij nog net kunnen zien? Hey, ik kan niet op deploy drukken. Zo. Nou, jammer. GG. Ik had nu wel met die paladin inderdaad in één keer boom. Ja, op het hoofd of gewoon... Gewoon random plek, zeg maar. Ah nee, mijn moeder komt alleen mee, Marco. Dus dat komt dan wel goed. Ik had uiteindelijk nu 2 kills weer, dus dat is weer wat beter. Ik vind het stom dat ik het niet mag kopen. Hoezo mag je het niet kopen, Gilles? Hoe oud ben je dan? Mijn vriendin is ook weer lekker in de chat bezig. Wat zei je? Ik zeg, mijn vriendin is ook weer lekker in de chat bezig. Dus zij is, sweet or not? Yes. Kijk. Ze is hier echt bloody hard. Echt niet normaal. Die twee PC's die lopen te toeren, jongen. Ik ben 15, ja. Als je ouders daar dan ben je geen toestemming geven. Dan snap ik het ook wel. Even geduld hebben. Yes. Toch is dat beursding volgens mij wel goed. Blackout. Hij is ontzettend accuraat. Ik moet heel veel mijn kat lozen, want anders gaat hij echt over mijn toetsenbord heen. Eliminate all opposition. Lifter 1-1 authorizing drop order. Go! Yo, ben ik weer. Waar gaan we heen? Ik zeg, jij het maar. Wel, hier zo, en dan door, ik heb geen idee. Of gaan we ja, voor... ik vind het wel goed. Ja? Oh, ja, doe maar. Dat is misschien iets rustiger beginnen en dan daarna opzoeken. We moeten dan wel minstens één kipdineetje binnenhalen.
Maar die hebben we. Ja, maar gewoon nog eentje. Gewoon even op het. Ah, je had er nog eentje. Ik heb honger. Nou, ik heb hier voor wapen. Hier ligt nog een wapen eventueel voor je. Wat ligt er? Een wapen voor je. Even kijken, dan moet ik even kijken wat wapen is het. De GKS. Potential collapse detected. Oh, wacht, we staan allebei op een andere plek. Zone. Ik ben op jouw plekje geland. Ben ik zelf per ongeluk, excuses. Ah, ik kom wel naar jou toe. Ja, ik kan ook wel daarin komen, maakt me ook niet uit. Dat kan je niet door, joh. Oké, ik heb die toevallig dat bursting nu en ik denk dat ik het gewoon ga proberen. Hij is wel rete accuraat. Ik denk dat één zo'n burst echt wel damage doet. Heb jij al een backpack? Nee, tot nu toe nog niet. Het huisje waar ik nu sta ligt er één. Alleen maar even kijken of ik naar jou... Oh, jij komt al hier. Hè? Die andere huizen zijn al geloot. Heb jij nog iets nodig of zo? Medisch spul? Ja, een beetje vest, backpack. Oh ja, vest moet ik ook nog hebben. Backpack ligt... Waar lag die ook alweer? Hier bij mij nu. Boven. Oh, maar wat hij net zo. Alleen dit huisje nog. Sit rep. Circle collapse imminent. Get to safety. Ik heb weer awareness. Moet jij nog een keer awareness hebben? Ik heb het toevallig ook. Oké, nou, ik heb nu eentje aangezet. Ongeluk. Ik mag ik wat droppen. Maar je hebt er twee? Ik heb er drie in totaal. Oh. We hebben een quad. Waar gaan we heen? Want deze huis is hier zo voor ons. Oh ja, dat Oh. Oh wow. Kut. Zit hier. Kut. Hoe kom jij zo snel door dat hek heen, joh? Ik heb nog steeds geen arm. Shit. Ja, ik ben down. Waar ligt... Kunnen ze hier raken of niet? Hij is ook knocked. Don't leave me, bro. Heb je een medisch spul? Hier ligt een trauma kit achter je. Rechts van ons. Nou. Op de hoek. Kut. Achter die, wat is het? Silo, dat ronde ding. Hij probeert mij af te maken, hij gaat me finishen. Kut. Ah, niet finishen, kom op. Shit, ik ben, ja. Ah, hij heeft mij ook. Jammer. Ah, jongen. Wat is dit? Dit kunnen we beter. We zitten in een negatieve spiraal. Kom. We kunnen het gewoon. Die tweede kip die gaat sowieso vandaag plaatsvinden. Ja, op zich de dag is net begonnen. Eerder gaan we ook gewoon niet stoppen. Nee, ik moet minstens... Minstens drie. Nee.
Even maar ik wil wel echt één ik wil nog één extra kip. Ja, één extra kip. Ik ook. Eigenlijk wil ik al wel zo stoppen, maar ik wil eigenlijk wel die extra kip gaan hebben. Ja, ik zit ook met dat. Het is wel gewoon... Moet even. Nou, morgen heb ik nog een extra dag. Ja, ga je morgen ook? Ja, ik ga morgen ook wel lekker streamen. Even kijken, ik wil eerst even opstaan, vroeg opstaan. Even in ieder geval wat aan de tuin doen, voor en achter. Vanuit dat wil ik... ga ik een beetje even in de ochtend, middag streamen ook. Kijk. En dan ga ik daar nog even afsluiten. Lekker samen met meisje lekker beneden. De Fast and Furious 1 en 2 kijken. Ah, klinkt goed. Ja, ik moet weer Fast and Furious 1 en 2 eens even zien. Die zijn inmiddels ook al wel oud. Ja, daar zit die zo zeker uit. Maar ik weet niet, op de een of andere manier blijft het gewoon nog chill en... Ik weet niet, ik zou het gewoon nog een keer willen zien. Ik weet niet hoe lang geleden is dat je het gekeken hebt. Als het ook uit die tijd nog is, dan is het net of je gewoon opnieuw kijkt. Oh nee, het is echt voor mij al wat tijd geleden. Als je morgen nog een duo partner zoekt, dan Ah ja hoor, dan roep ik hem wel, geef ik hem wel een geel. Is goed, man. Ik zal straks mijn nummer wel even achterlaten in die stream, of in die Discord ding. Nou, kun je dan beter een privébericht sturen aan Discord. Ja. Dan zei je in één keer in iedereen een bericht wat zeggen. In één keer 100.000 berichten. Hey, wil je spelen? Weet je wat, we gaan gewoon hier een keer doen. Ik ben benieuwd wat dit eruit ja, ziet. Ja, is goed. Oké, we moeten gelijk springen. Ik denk dat we al wel laat zijn, dus ik ga een beetje meteen naar beneden. Laat jij de land... Shit, ik kom naar beneden. Ja, ik ben naar beneden geland, hoor. Kut, we hebben al guns. Ah, oh, man. Nee, zeker niet. Nou, oké, dan gaan we nog een ronde doen. Oké, kan ik een, mag ik een wapen? Als ik een wapen ben, dan maak ik ze gewoon af. Ja. Oh, shit. Ik hoor ze wel lopen, man. Ja, ik hoor ze ook allemaal lopen. Ah, wacht. Zo'n groot gebouw, en dan... Volgens mij komen ze... Daar, ja. Oh. Ah, weer zo... Kijk, en dan kom je weer een autoshot tegen. Die heb jij wel. Maar als ik precies hetzelfde doe bij hem, heeft hij mij. Ja. Ik snap dat echt niet. Ik. That's life, denk ik. Ik ben in de lobby. Is goed, gaan we weer. Oké, daar gaan we dus ook niet meer heen. Ik weet al meer dan genoeg hoe het daar is. Met de vroeg landen wil je daar kunnen overleven. Ja, nou je moet inderdaad als eerste landen, dan is het goed. Ja, maar ik ben soms echt van... Ik zit me soms echt af te vragen hoe mensen zo snel kunnen landen. Ja, bij Pup had je zo'n trucje, dan moest je elke keer even omhoog kijken en weer naar beneden. Maar ik weet niet of dat hier ook in werkt. Denk het niet. Nee, ik denk het ook niet. Maar dan ging je het snelst naar beneden. En toen ik dat eenmaal door had, toen was ik vaak wel wat redelijk vroeg. Maar echt die nummer 1 en dan dat de rest nog echt vliegt, dat ben ik nooit geweest. Eigenlijk toch zo eens proberen of die rechterklap of die meer schade doet dan die linkerklap. Wat bedoel je? Ja, als je gewoon met de vuist vecht. Area is hot. Weapons free. Nou, ben ik eigenlijk ook wel benieuwd. Zullen we hier landen? Ja, is goed.
Maar ik ga er al gelijk uit. Ik ben niet alleen. Ik probeer nu dat pubgetrucje. Ben ik als eerst? Ik ben op de bodem. Ja, ik geloof niet dat het echt heel veel effect had. Die van gun. Alleen dan moet ik echt mijn hoofd echt op instellen dat dit ding burst is en dat ik niet mijn knop vast blijf houden. Nou, voordat je dat weer. En dan. Oh ja. Oh kut, je hebt aan de overkant. Ik vind alleen maar level 1 troep en geen wapens. Hier weer een stok, 9 mm. Ik heb squatlink, CT mates through walls. Potential collapse detected. Relocation to indicated safe zone is advised. Ja, eindelijk een wapen. Nou, is ook een beetje wat je wil, of? Wat bedoel je? Ik heb nu de ICR. Oh ja, ik kom zo wel naar jou toe zwemmen. Ik ga even deze woonboot kijken. Als ik niet in het water flikker. Nou, ik ben die woonboot hier ook even aan het kijken. Even wat dingen droppen, want... Oh, ik vind dat nog een ICR. Hé, hey, jij bent vlak bij die zombiekist. Nou, ik ben benieuwd wat het uiteindelijk inhoudt. Zeg maar, er staat daar zo'n kist uit dat zombie gedeelte van het spel. Ja. Vervolgens, zodra je die open doet, als ik het goed zeg, komen er heel veel zombies. Maar daar kunnen er speciale guns of zo uitkomen, waaronder die wonderwaffen en dat soort dingen. Hey, voor mij is het hier geloofd. Supply drop incoming. Hou me er niet helemaal aan vast. Kan ook zijn dat ik. Maar ik dacht dat het dat was. Ja, hier is geloot. Oké, ik kom naar jou toe. Fuck. Ik heb geen backpack. Niet schrikken als je zo iemand hoort, dat ben ik. Zullen we gewoon kijken? Ik laten we het gewoon doen. Hey. Je komt erin. Uit de grond. Het nadeel is dat dit. Hey, zo'n aapje. Dat dit. Oh, backpack. Nice. Ze klinkt echt alsof hij echt een hele zware nacht heeft gehad. Hé, hey, die kist zit een teddybeer op, dus ik denk dat deze niet werkt.
Of moeten we... Nee, volgens mij moet je eerst alle zombies doden. Ja, nu gaat hij weg. Wauw. Wauw. Oh, kut. Fuck you. Nee, hey, ben ingesloten. Ze hebben gewoon zitten wachten. Ja, god, gewoon nog eentje. Achter me ook. Ja, van de ene kant wel slim natuurlijk. Wachten tot je gaat looten en dan... Ja, ik had het niet verwacht. Yo, Plagi. Ripperino. Ja, wil je zo meedoen, Plagi, of niet? Even kijken, hoe... Ja, hoe kan je Black Ops 4 in de speelgoedwinkels kopen, of moet het anders? Je kan het, voor mij denk ik ook wel bij Intertoys of zo. Denk het wel. Mediamarkt. Zou niet bij Mediamarkt ook gevraagd worden naar je leeftijd? Ja, elke winkel is het verplicht in principe. Kijk hoor, misschien doet er iemand nog mee. Plaagje, doe je mee? Ja, ik zat te wachten, ja. Ja, Remy, ja.